Ja, en dan is het 1:01 en zie ik dat de lobby ook volgens mij op dit moment leeg is. Dus dan gaan we gewoon van start. Ik zal nog wel even een beetje binnen blijven druppelen. Maar we gaan gewoon beginnen. Van harte welkom bij deze webinar Opgroeien in een veilig thuis. Mijn naam is Hanneke Tori. Ik ben lector verloskunde en geboortezorg bij Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam en de Verloskunde Academie Rotterdam. En ik vind het altijd een hele leuke webinar, omdat dit helemaal georganiseerd is voor en door de studentenraad onderzoek van onze hogeschool, van onze verloskundeacademie en het lectoraat, in samenwerking met het regionaal consortium. Dat is best een hele klus, want ze hebben daar ontzettend veel voorbereidingen aan gehad en ook helemaal zelf thema bedacht, sprekers benaderd, nou ja, alles. Dus dat vind ik altijd heel erg leuk om toch even te mogen introduceren. Vanuit het regionaal consortium Zwangerschap en Geboorte Zuidwest-Nederland doen we veel onderzoek in de regio. We zijn een kennisinfrastructuur waarin veel onderzoek plaatsvindt. En dat onderzoek heeft eigenlijk alleen maar als doel om continu kennis te ontwikkelen en tools te ontwikkelen die bijdragen aan de kwaliteit van de geboortezorg in de regio. En het unieke van die kennisinfrastructuur is dat in die structuur eigenlijk continu wordt samengewerkt met mensen uit de praktijk, zorgprofessionals vanuit het medische en sociale domein, onderzoekers, mensen vanuit beleid, gemeentes, overheid, ouders. We hebben een ouderpanel wat actief meedenkt. En dus ook onderwijs, onze studentenraad onderzoek. Met elkaar kijken we altijd goed welke kennis is nodig, welke hiaten in kennis zijn er. En wat is er dan nodig om te onderzoeken, om die kennis te ontwikkelen en om tools te ontwikkelen om zo bij te dragen aan die kwaliteit van die geboortezorg in de regio. Landelijk zijn al die consortia verbonden in een landelijk netwerk van consortia en is er ook weer uitwisseling tussen regio's. Nou, een van de dingen die ik noemde is dat dus ook onderwijs daar een hele duidelijke poot in is. En wij hebben dat heel mooi, vind ik, vormgegeven samen met studenten. Alweer 1 jaar of 10 geleden is de studentenraad onderzoek opgericht. En die studentenraad is heel actief als het gaat om samenwerken in onderzoek. En dat is voor ons ontzettend belangrijk, omdat zij rondlopen in de praktijk, heel veel situaties meemaken in de praktijk, nog veel meer zien dan dat ik met mijn 20 jaar geleden afgestudeerd als verloskundige nog zie. Dus die informatie en de ervaringen die zij opdoen, de visie die ze daarop hebben, die is hartstikke relevant voor ons. En ik vind het dan ook altijd ontzettend leuk, niet alleen maar leuk, maar ook super relevant zal ik maar zeggen, dat studenten meelezen in alle onderzoeksprojecten die vanuit het consortium worden vormgegeven. En die input wordt ook verplicht meegenomen in subsidieaanvragen die wij doen. Dus dat betekent dat hun stem ook altijd terugkomt in de kennis die wordt ontwikkeld en vervolgens gedurende onderzoeksprojecten en ook na afloop ingebed wordt in het onderwijs van de, in dit geval verloskundeopleiding, maar ook breder. Daarnaast organiseren zij intern binnen de hogeschool bijeenkomsten, ook voor andere studenten, waarin ze aan de slag gaan met, goh, wat is nou eigenlijk mijn visie? En welke evidence is daarvoor? En, waar ik net al mee begon, 1 keer per jaar organiseren ze dus een webinar. Ik zeg altijd in samenwerking met het regionaal consortium, dat is ook zo, maar zij zijn daarin echt in de lead. En dat betekent dus ook, en dat vind ik ook altijd heel leuk, dat ik het stokje zo over ga dragen aan mijn collega, aan Maaike van Eindhoven. Maar niet voordat ik jou, Maaike, en jouw medestudenten die dit hebben georganiseerd, Annika van Leeuwen, Julia Buffersen, ik hoop dat ik het goed zeg, en Vee Noordermeer, ontzettend wil bedanken voor al jullie inspanningen rondom deze webinar. Samen ook met Heidi van Heidingen en Angelica Venekamp, die hier ook heel veel en hard aan in hebben gewerkt met jullie. Dus dank daarvoor. Ik wens jullie een ontzettend fijne middag en heel veel succes. Precies deze dia zat ik op te wachten. Dat werd al aangevoeld op de achtergrond. Maar niet helemaal voordat ik nog even noem. Er zaten hier regels, maar hoe we deze webinar met elkaar vormgeven. Haal alstublieft uw microfoon en camera uit. Dat is door ons geregeld via Teams, dat je er niet in kan. Maar soms, de technische wegen zijn ondergrondelijk. Hebben mensen toch een microfoon of camera aanstaan en dat stoort dan natuurlijk. Dus alstublieft, let daar even op. Vragen kunnen gesteld worden via de chat. Ik nodig iedereen van harte uit om dat ook echt te doen. Die worden verzameld op de achtergrond. Dat hebben de studenten ook met elkaar allemaal geregeld, zodat die ook gesteld kunnen worden. En het webinar wordt opgenomen, weet dat dus ook. Na afloop wordt het gedeeld via een digitale terugblik, waarin allerlei relevante informatie, waar dat van toepassing is en waar dat akkoord is, de presentaties en ook de opname zelf worden gedeeld, zodat mensen het ook terug kunnen kijken.
Nou, de rest is denk ik bekend. De webinar is geaccrediteerd, of de accreditatie is nog voor aangevraagd bij de KNOV en de andere organisaties die hier staan, kwaliteitsregister VNV en het register voor zorgprofessionals. En wij geven de presentie door. Voor studenten van de verloskundeopleiding weten ze aan het begin en aan het einde even een screenshot maken. Dan kan het als bewijs worden ingeleverd. En voor externe, als jullie ons even een mailtje sturen, studentenraadonderzoek@tr.nl, kan dat ook worden verstrekt, een bewijs van deelname. En dan kunnen jullie dat benutten. Ik geef het woordje nu echt over aan Maaike, want dit was alle platte informatie, zal ik maar zeggen. En ik wens jullie een hele fijne middag. Dank jullie wel. Helemaal goed, dankjewel Hanneke. Ik ben Maaike, derdejaars verloskunde in Rotterdam. En lid van de studentenraad onderzoek sinds dit jaar. En als studentenverloskunde krijgen we veel te maken met onderzoek. Zowel we leren hoe het moet, als we lezen mee in onderzoeken. En wat soms zo kan zijn als je in de opleiding zit, dat een beetje een ver van je bedshow is. Van waarom moet ik nou ook al die onderzoeksvakken doen? En wat de studentenraad onderzoek probeert te doen, is de praktijk verbinden met de theorie. Dus wat leeft er nou in de praktijk? Waarom moeten we dit kunnen? Waarom moeten we dit leren? Wat zijn de recente ontwikkelingen? En in dit webinar hebben we heel specifiek gekozen voor het onderwerp Veilig Thuis. En dat is eigenlijk ook, komt ook een beetje door Jeanette Wilton, een van de gasten van vandaag, die bij de studievereniging Carmentis eerder een presentatie heeft gegeven. En toen hadden heel veel studenten eigenlijk zoiets van, jeetje, dat die meldcode, opgroeien in een veilig thuis, het is zo belangrijk. En ook komen we er straks gewoon mee in aanraking. En heel veel studenten hebben gewoon nog maar weinig gevoel bij hoe werkt dat. Wat kan ik doen? Wat is mijn taak? Wat is mijn functie? Op welke manier kan ik dat het beste aanpakken? Dus een heel mooi voorbeeld van hoe komt praktijk en onderzoek bij elkaar. Nou, toen dachten we, dan kunnen we daar een prachtig webinar over organiseren. Toen hebben we daar gasten voor uitgenodigd. We beginnen met Jeanette, hè, want het begon met haar presentatie. Jeanette Wilton is vertrouwensarts bij Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond. Zij gaat ons vertellen over hoe zie je nou de eerste signalen? Wat zou je daarmee kunnen? En op welke manier kun je dat gevoel wat je soms hebt concreet maken? Dan gaan we verder met twee artsonderzoekers van het Erasmus. Anne Boksem en Arwen Kamphuis gaan ons vertellen over hun onderzoek Generation R Next, over optimaal opgroeien. Daarna geef ik het woord aan Angelica Veenekamp, die ons gaat vertellen over de blauwdruk psychosociale zorg en de samenwerking met Veilig Thuis. Dus hoe gaat het nou aan de beleidsmatige kant? En vervolgens gaan we door naar de praktijk en we gaan Annika, ook een van de studentenraadleden, gaat in gesprek met verloskundige Hanneke Bontebal, die jaren in de praktijk als verloskundige heeft gewerkt en nu lesgeeft aan de opleiding. Ik zal de sprekers kort aankondigen en ik zal ook weer in beeld komen als ze hun spreektijd mogen gaan afronden. Annika houdt de vragen in de chat in de gaten en aan het eind van elke spreker is er 5 minuutjes ruimte voor vragen. En daarna zal ik ook weer zeggen dat het tijd is voor de volgende. Dus volgens mij lopen we keurig op schema en ik geef heel graag het woord aan de eerste spreker. En dat is Jeanette Wilton. Jeanette, we horen je nog niet. Je moet even je microfoon aanzetten. Dit gaat beter waarschijnlijk. Perfect. Jullie horen mij nu wel. Oké, prima. Nou, bedankt voor jullie uitnodiging. Want veilig thuis, heb ik nog moeten praten als brugman. Met betrekking tot 2 meldingen van een baby. Waarbij ik collega artsen moet attenderen op het feit dat hun DD niet vol is of niet waardig is als ze daar ook niet kindermishandeling in betrekken. Allereerst begin ik even met eigenlijk een filmpje. De vraag was, wat zijn nou die signalen? Wanneer moeten er nou bellen gaan rinkelen? En dat is eigenlijk het volgende filmpje. Ik ga het hier ongemerkt ook een beetje over hebben. Maar
Achter dit filmpje, Introductie Kindermishandeling, is een filmpje opgenomen met acteurs die naar mijn idee dat heel goed in beeld brengen. Het is binnengekomen. Oké, prima. Wacht even. Goedemiddag, u kunt daar plaatsnemen. Zal ik er even naar kijken? Om iets naar achteren te zetten. Ja, het doet pijn hier. Ik wil een beetje naar je toe trekken. Goedemorgen, Klaartje Caminada. Hallo. Hallo. Dag, Klaartje Caminada. Erik, u bent de arts? Zeker. Oké. Hoe is het nu met je? Het gaat best goed met haar. Alleen, we vragen ons af hoe lang ze nog mee bezig is. Nou, ik kan me voorstellen dat u dat wil weten. Ja. Wil ik eventjes van jou horen. Het is nu een aantal weken geleden. Wat kun je op dit moment? Nou, ja, het is een beetje lastig. Geen boodschappen, huishoudelijke taken kan ze niet echt uitvoeren. Ze loopt moeilijk. En ik ben nou degene die de boel aan het overnemen is. Kijk, hier is de breuk te zien. En dat is ook precies de plek waar je nog pijn hebt. Kan je nou nog eens vertellen hoe dit nou precies gebeurd is? Het pad achter ons huis, dat lopen we altijd met de hond. En die was nou allemaal vol met kuilen. En ze heeft een van die kuiltjes... daar heeft ze in verstapt. Ja, en hoe ging dat precies? We lopen altijd met de hond. Nou, dit filmpje laat al een heleboel signalen zien, die eigenlijk ook heel feitelijk zijn. Vandaar dat ik altijd heel graag dit filmpje laat zien. Als je goed oplet, dan zie je heel veel in het gedrag, in de mimiek, als ook de houding van mensen. En dan kom je eigenlijk al gelijk bij die meldcode, want bij stap 2 is eigenlijk het van belang dat je datgene wat je gezien hebt opschrijft, maar ook bespreekt met een collega. Nou, dat is het stapje naar de meldcode en daar is recentelijk het afwegingskader bij gekomen.
Ik wou ook in het korte eventjes iets zeggen over het beroepsgeheim. Het beroepsgeheim, hè, mag ik informatie delen? Heel in het kort iets over veilig thuis en mijn functie als vertrouwensarts. Dan wou ik starten met de volgende dia en dat is de meldcode. Kan ik zelf... Ja. De meldcode is recentelijk aangescherpt. En dat is niet zozeer in het eerste blokje. Het stappenplan vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld. Want dat bestond eigenlijk al jarenlang met de laatste wijziging in 2019. Maar het gaat eigenlijk met name over die twee andere stappenplannen. En dat is informatieverstrekking op verzoek van VT is veilig thuis... RVDK is Raad voor de Kinderbescherming en de GI, dat zijn de zelfstandige instituten die de gezinsbescherming vertegenwoordigen. En dan helemaal als ook nog eens een keer politie of justitie informatie wil hebben. Die twee die zijn gewijzigd. Dat is in november 2023 gebeurd. Het eerste stappenplan, dat is het vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld. Jeanette, je bent per ongeluk gemute. Ja, ik zie het. Ja, het door, ja. Kan ik de volgende dia, of kan ik dat zelf doen? Nou, ik ben eventjes, ik heb met name de meldcode KNMG, houd ik aan. Daar kun je ook informatie op vinden. En voor artsen is het ook mogelijk om juridische vragen, je vragen op het gebied van juridische problemen te stellen en daar antwoorden op te krijgen. Maar de meldcode zit eigenlijk in de volgende dia. En dat is deze. Deze is, kun je ook als app op je telefoon hebben. En dan is dus stap 1 bij het onderzoek. Hè, zoals we op dit filmpje zagen. Zoveel mogelijk je waarneming, hè, je feiten. Een blauwe plek op de onderarm waarbij zij haar t-shirt overheen haalde. Als ook het gedrag onderling tussen man en vrouw. Het feit dat meneer continu het woord voert, zeg maar, en deze arts er helemaal geen speld tussen krijgt. Dan ook vraagtekens over de toedracht, in dit geval hè, over de fractuur. Die moet je zoveel mogelijk feitelijk plaatsen in het dossier. Dan is het van belang dat je gaat overleggen met iemand die er iets meer verstand van heeft. De aandachtsfunctionarissen onder andere zouden dat kunnen zijn. Alhoewel in veel ziekenhuizen zijn coördinatoren actief. Maar je kunt ook altijd bellen met Veilig Thuis. Verder kunnen wij advies geven van god, dit is dat en dat. Ga in gesprek met betrokkenen, maar probeer dat zo neutraal mogelijk in te steken. Ga niet gelijk beschuldigen. Wij hebben het altijd over zorgen. En wat vindt u ervan? En is dat u ook opgevallen? Et cetera. Dan kom je bij stap 4. En dat is dat je eventueel met andere hulpverlenende instanties kunt overleggen. Het handige is om zo transparant mogelijk hierin te zijn. En de meeste mensen die geven ook meestal hun toestemming om te overleggen. En dan kom je bij stap 5. En dat is ook meestal een stap waarbij als Veilig Thuis bij worden betrokken. Van ik heb al deze stappen doorlopen. Zijn er nog mogelijkheden voor mij? En dat zijn de afwegingsvragen. Noemen wij het afwegingskader. En die heb ik in de volgende dia iets duidelijker neergezet. En dat betekent hè, bij 1. De volgende dia graag. Dat is, heb ik op basis van die eerdere stappen nog steeds een vermoeden van een dreigende kindermishandeling en huiselijk geweld.
dan schat ik op basis van deze stap 1 tot en met 4 dat er sprake is van acute en structurele onveiligheid. En ben ik in staat om effectieve hulp te bieden of te organiseren? En een hele belangrijke vraag: aanvaarden betrokkenen hulp? Zijn ze daartoe bereid? En ook, leidt hulp tot duurzame veiligheid? Met name eigenlijk bijvoorbeeld bij mensen met een licht verstandelijk handicap zou het kunnen zijn dat die hulpverlening niet leidt tot duurzame veiligheid, omdat ze het niet helemaal snappen. Nou, dan kom ik bij de volgende. En dat is hier nog een stroomdiagram. Dat in een aantal gevallen je toch dan uitkomt bij het doen van een melding bij Veilig Thuis. En die willen wij meestal toch van professionals schriftelijk hebben. Die kun je vinden op onze website. En komt meestal ook schriftelijk binnen. Waarbij wij dan verder gaan kijken wat we met deze melding gaan doen. En dan komen we bij de volgende dia. De kindcheck en de mantelzorgcheck. Want bijvoorbeeld in stap 1 moet je je ook altijd afvragen, als er sprake is van een volwassene, heeft deze volwassene de zorg over kinderen? Of bijvoorbeeld is deze, en dat is meer in jullie situatie zo, ze zijn in verwachting, sprake van een ongeboren baby. En dat levert een positieve kindcheck op. En datzelfde geldt eigenlijk in stap 1 ook voor mensen die mantelzorg bedrijven. Dus het is eigenlijk een extra stap 1 overweging of in ieder geval aandachtspunt. De volgende graag. Nou, dan heb ik hier even een beetje op een rijtje gezet. Wij hebben adviezen en meldingen. En wat de meeste mensen niet weten, dat wij in onze telefoongesprekken veel meer adviezen geven dan eigenlijk meldingen. En waar gaan dan deze adviezen en meldingen over? Nou, dat zie je in dit plaatje. Natuurlijk heel veel kindermishandeling, maar ook sprake van andere problematiek. Vormen van huiselijk geweld, ex-partnergeweld, et cetera. En dat is ook een beetje eigenlijk gaande bij meldingen. De meeste meldingen zijn inderdaad met betrekking tot kindermishandeling. Wat is nou een verschil tussen advies en een melding? Een advies is eigenlijk dat anoniem een casus overlegd wordt met ons, en waarbij wij een advies geven. Van, nou, je kunt dat en dat en dat doen, alhoewel. Het kan ook zijn dat het advies is dat wij denken dat er een melding gedaan moet worden. Wat is nou een melding? Een melding, dat is het liefst dus bij schriftelijk, waarbij wij persoonsgegevens krijgen, waarbij degene die de melding doet in principe niet zoveel meer zelf aan het probleem kan doen en wij min of meer de regie over zullen nemen. Mag de volgende. Nou, dan kom ik een beetje op de rol van de vertrouwensarts. Wat is onze rol? Nou, wij zitten een beetje tussen allerlei medische beroepsgroepen in de rest van ons kantoor, en die bestaan hoofdzakelijk uit hoger of HBO opgeleide maatschappelijk werkenden, die natuurlijk in het vakjargon al gauw niet meer weten waar het over gaat. En daarin spelen wij een bemiddelende rol. Een vertrouwensarts is werkzaam voor Veilig Thuis. We hebben 26 regio's, waarvan Rotterdam qua inwoneraantal de grootste regio is. We zijn allemaal lid van de VVAK. En sinds kort is het een officieel specialisme, wat valt onder arts, maatschappij en gezondheidszorg met een uitstroomprofiel. En wat doen wij nog meer? Nou, wij duiden. Onder andere, gisteren heb ik me bezig gehouden met een aantal letsels, waarbij ik op grond van toedracht, de ontwikkeling van het kind, de aard van het letsel en de oorzaak, zeg maar, concludeer of dat accidenteel, of dat inderdaad een ongeluk is, of dat er mogelijk ook gedacht moet worden aan toegebracht letsel.
Nou, de invloed van leeftijd is daar natuurlijk heel erg belangrijk, als ook het ontwikkelingsbewijs, ontwikkelingsniveau en de afhankelijkheid. En wat ook nog wel eens gebeurt, ik had gisteren ook een casus met blauwe plekken. Het liefst zie ik dat zelf, om even te kijken of hier ook sprake zou kunnen zijn, niet van hematomen, maar van archipelvlekken. Dat is gebrek aan medisch hard bewijs. Nou, verder duiden wij de negatieve gevolgen van cultuurgebonden gewoonten. En ook de gevolgen van aanwezigheid van meerdere vormen van kindermishandeling. Hè. Meerdere vormen van kindermishandeling kunnen naast elkaar voorkomen. En natuurlijk kunnen er ook meerdere slachtoffers zijn. Als een baby wordt mishandeld, vraag ik gelijk van, hey, zijn er nog meer kinderen? En hoe zit het daarmee? En de volgende is eigenlijk een dia waarin wij min of meer ondersteunen. Want een heleboel adviezen gaan over dat beroepsgeheim. Wat kan ik zeggen en wat niet? Voor mij is de meldcode het is spreken tenzij en niet zwijgen tenzij. Bij zwijgen tenzij laat je kindermishandeling voortduren. En wat een vertrouwensarts ook doet, is zit tussen allerlei onderzoeken in en heeft vaak de regie een beetje. Nou, dit is een plaatje van alle veilig thuizen. Rotterdam regio qua oppervlak is niet zo groot, maar qua inwoneraantal wel. Veilig thuizen zijn soms ondergebracht bij de GGD, maar soms zijn dat aparte instellingen. Nou, de volgende dia, die geeft weer ons kantoor. Dat is het kantoor boven het stadskantoor Feyenoord. En de volgende, dat is een beetje, wat gebeurt er nou met al die meldingen? Nou, een heleboel meldingen, ze worden allemaal beoordeeld. We hebben een screener en die screent op prioriteit. En dat betekent dat er een aantal van hen zeg maar als crisis worden opgepakt door een crisisteam. Het crisisteam is binnen kantooruren werkzaam en mocht iets binnenkomen buiten kantooruren, dan zullen wij onmiddellijk een beroep doen op onze ketenpartner en dat is Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond, die een crisisinterventieteam heeft. Dat crisisinterventieteam hangt dus onder Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond, dus meer vrijwillig. Ons crisisteam hangt onder Veilig Thuis. Nou, wat gebeurt er nog meer mee? Een heleboel worden overgedragen. Bijvoorbeeld als wij een melding invoeren, dan hebben we een heleboel informatie, mogelijk over eerdere meldingen. En ook qua verwijsindex weet ik soms dat hulpverlenende instanties bezig zijn in dit gezin, waarbij we dan de afweging maken, dit probleem wat gemeld wordt, kan die andere instantie daarmee aan de gang? En dan dragen we het over en doen we er zelf niets mee. Nou, een zeer groot aantal wordt wel aangenomen en dat gaat dan naar de regio. En de regio die zijn zodanig vast samengesteld dat de hulpverlening in die regio ongeveer hetzelfde is, omdat namelijk de regio vrij groot is. Coudé-Overflakkee, weten wij, heeft een totaal andere hulpverleningspalet dan bijvoorbeeld Rotterdam stad. En dat heeft te maken met de WMO. Want sinds 2015 moeten gemeenten zelf hulpverlening inkopen. Vandaar die regio's. En die regio's in de meeste gevallen pakken een melding op. En het eerste wat wij doen is eigenlijk op huisbezoek gaan. En dat staat met, denk ik, in de volgende dia. En dat is dit plaatje. Het komt binnen en wat wij doen is wij praten met jouw ouders. Dat doen we altijd met z'n tweetjes. En in dat gesprek met die ouders bepalen we eigenlijk de diepte van dat onderzoek. We kunnen soms een wat oppervlakkig onderzoek doen, want als we aankomen, komen we erachter dat mensen eigenlijk uit zichzelf een hulpverlening hebben ingeschakeld, omdat zij ook die zorgen hadden. In de meeste gevallen praten we ook altijd met een aantal mensen in de directe omgeving, wel zijn de professionals.
En wij willen eigenlijk altijd kinderen ook spreken. Dat doen we nooit in een thuissituatie, maar op een school. Dat is een wat neutralere setting voor kinderen. Dus die mogen ook hun verhaal doen. En als we alles hebben verzameld, dan zitten we bij elkaar. En eventueel met een gedragswetenschapper. En als het medisch is, met een vertrouwensarts. Dan leggen we alle onderzoekresultaten bij elkaar en beslissen we wat we verder gaan doen. En in de meeste gevallen wordt de hulpverlening opgezet. Alhoewel in hele ernstige gevallen, als we het hebben over bijvoorbeeld letsels die uit ziekenhuizen gerapporteerd worden. En dan praat ik het over baby's met hematomen en fracturen bij ook hele kwetsbare kinderen. Dan zitten wij gelijk met onze ketenpartners aan tafel om te kijken of we niet gelijk al een maatregel bij de familierechter moeten aanvragen om een vinger in de pap te houden. Nou, dat is denk ik het volgende diaatje. Nee, dat is het werkgebied, maar daar heb ik het al eventjes over gehad. Dan kom ik eigenlijk, waar ik het zo net over had. In Rotterdam hebben we natuurlijk een aantal hele ernstige kindermishandelingszaken gehad. En de kranten de afgelopen 14 dagen, die hebben ook bol gestaan van een hele ernstige zaak uit Vlaardingen. En daarom hebben wij een aantal pilots. En één pilot is dat als een zaak vrij ernstig al gelijk vanaf het begin overkomt, wij niet alleen opereren, om het maar even zo te zeggen, maar dat samen doen met het KIT. Hè, dat is het crisisinterventieteam van JBRR. En gelijk ook contact maken met de Raad voor de Kinderbescherming. Dan delen wij al gelijk informatie met elkaar uit en bepalen wij het beleid. Wie gaat wat doen en wie gaat als eerste op stap? Het voordeel van deze samenwerking is dat als de nood aan de man is en we een maatregel moeten aanvragen, en dat doen wij niet, maar de Raad voor de Kinderbescherming, eigenlijk vanaf het begin af aan die raad al op de hoogte is van deze zaak. Nou, die andere pilot, dat is strafbare kindermishandeling. En daar staat achter de FAR. Nou, de FAR zijn de forensische artsen Rotterdam-Rijnmond. En die worden eigenlijk alleen door de politie ingezet. Maar wij hebben de mogelijkheid in Rotterdam dat ook letsel ten gevolge van mogelijke kindermishandeling, dat wij dat al kunnen aanbieden aan de FAR ter duiding. En waarom is dat handig? Nou, omdat we wel eens natuurlijk verschillende verhalen hebben. Bijvoorbeeld een verhaal van een moeder en een verhaal van bijvoorbeeld een 8-jarig kind. En het 8-jarig kind zegt, ik ben geslagen door mijn moeder. En moeder zegt van, wel nee hoor, ze is gevallen met haar fiets en ze is in de struik met scherpe takken terechtgekomen. En dat is het letsel. Nou, de FAR die kan heel goed dat duiden. Waarbij wij gewoon toch wat met een dwingender blik hulpverlening kunnen inzetten. Dus dat is die pilot. Dan denk ik dat de volgende gaat even over het beroepsgeheim. Ja, als arts ben je natuurlijk gerechtigd om informatie te verstrekken aan Veilig Thuis zonder toestemming. Nou, in dat gesprek begin zeggen wij eigenlijk al, vindt u het goed dat? Want wij willen graag, hè, met betrekking tot de veiligheid, wij hebben namelijk de plicht om de veiligheid te onderzoeken. Vindt u het goed dat wij navraag doen, bijvoorbeeld bij school, als sprake is van kinderen? Of vindt u het goed dat wij Centrum Jeugd en Gezin gaan bellen, of de huisarts gaan bellen, of bij kwetsbare zwangeren bijvoorbeeld, met een positieve drugstest, dat wij de verloskundige gaan bellen. En dan in de meeste gevallen heb je toestemming. Dat zeggen we dan ook. Dan zeggen we ook van, god, bel zelf even met die verloskundige en zeg dat er een melding ligt bij Veilig Thuis. Zodat ze weten dat jij die toestemming hebt verleend. Is dat niet zo, dan zullen we dat bij een telefoongesprek altijd vertellen. En dan is het aan die arts of verloskundige om de afweging te maken
Wat kan ik zeggen? Wat is ook van belang, hè? Dat je deelt met Veilig Thuis? Alhoewel, en dat is eigenlijk die aanscherping van de meldcode. Nu staat dat je als als professional apart nog weer eerst even met de betrokkenen moet bellen van, joh, ik heb Veilig Thuis aan de telefoon gehad. Ik heb ze nog niks gezegd, maar ze willen eigenlijk dat en dat en dat weten. Vindt u het goed dat? Ook dan, als ze tegen geen toestemming geven, is het de afweging van deze persoon om toch dingen te delen die voor ons van belang zijn. Nou, dat is een beetje het beroepsgeheim, met name als je als professional gebeld wordt door Veilig Thuis, als natuurlijk ook door de Raad voor de Kinderbescherming. En de volgende dia. Nou, dat is een beetje wat ik net heb gezegd. Probeer alsnog toestemming te vragen. Want als de patiënt hoort, ja, maar ze willen eigenlijk alleen maar weten dat u regelmatig komt. En dat u trouw alle adviezen opvolgt, bijvoorbeeld. Nou, dan zijn wij ook al heel erg geholpen. Nou, handig is natuurlijk ook altijd de datering in de, of in de gaten te houden. De bronvermelding met een stel bijvoorbeeld. Dit heeft moeder gezegd en dit heeft vader gezegd. En wat wij meestal doen als we een verslag maken, dat we dat via de mail toesturen om het te laten accorderen. Dat we het inderdaad juist hebben opgeschreven. Oké, de volgende. Nou, dit is eigenlijk een beetje meer voor de spoedeisende eerste hulp van toepassing. Bij verloskundigen heb je weer dat er andere lampen gaan branden. En dat is ook een beetje waarom ik het filmpje heb laten zien. Het feit dat mevrouw altijd vergezeld wordt door meneer. En dat meneer continu het woord voert en mevrouw niet aan hulp of niet aan het woord komt. En dat kan natuurlijk bij mensen die de taal niet machtig zijn, kan dat begrijpelijk overkomen. Maar toch is het zaak om dan deze mevrouw alleen te spreken en desnoods daar maar een tolk bij te halen. Oké, de volgende. Nou, dat is onze bereikbaarheid. En dan kom ik eigenlijk al een beetje gelijk aan het einde van dit praatje. Want de volgende zijn meer de tips over, stel, hè, je moet een gesprek aangaan. En dat is een van de stappen van de meldcode. Hoe doe je dat? Maar eigenlijk, gezien de tijd en het feit dat mogelijk jullie vragen hebben, is het misschien handiger om naar de vragen te gaan, omdat deze dia's die hierachter komen, die kun je gewoon eigenlijk allemaal lezen. Precies. Oké. Dankjewel, Jeannette. Ik zet mijn camera weer aan. Kun je mij ook weer zien? Dankjewel voor je presentatie. Ik zag in de app al binnenkomen dat mensen het filmpje heel fijn vinden, omdat je dan echt een concreet beeld hebt van waar kan je nou op letten. En ik zie in de chat verschillende vragen en Annika heeft ze verzameld en die gaat ze bij jou neerleggen. Helemaal prima. Ja, als eerst had ik zelf een vraag, want u zei aan het begin van uw presentatie over een app. Maar ik vroeg me af, waar kun je die app voor krijgen en is die ook voor iedereen beschikbaar? Oeh, dat is een hele lastige vraag. Het is te verkrijgen op de site van de KNMG. En is eigenlijk de KNMG, die heeft namelijk in stap 4. Maar jullie hebben dat ook als huisarts. De huisarts verwijst inderdaad de meeste mensen naar jullie toe. Jullie zijn de eerste lijn. En dus hebben jullie een verwijsrelatie met de huisarts. En dat maakt dat je kunt overleggen. Alhoewel, ik ben altijd zo transparant mogelijk in alles. En als je je ook neutraal opstelt, dan krijg je dat ook heel goed voor elkaar. Ik had gisteren bijvoorbeeld een baby van 5 weken. En dan was de toedracht wat wisselend. Het moment was ook wat wisselend. Die was opgenomen in een ziekenhuis. En de baby was gevallen 1,5 meter hoogte. En het was een zuigeling van 5 weken. Nou, dat is niet al te veel. Het verhaal was, het kind had buikkrapjes, was gaan trappelen. En toen had vader
verloor het kind uit zijn armen. En die was ongeveer op 1,5 meter hoogte en het viel op de grond. Zijn adequaat naar de huisartsenpost gegaan. We hadden een hematoom, zwelling. En het ziekenhuis heeft het kind opgenomen. Allemaal heel goed. Er komt de chirurg. De chirurg. Wij staan iets verder van chirurgen verwijderd, zeg maar. Mm-hmm. Kinderartsen. Daar hebben we veel meer mee te doen. En chirurgen, en met name hoe specialistischer mensen worden, hoe minder in de DD kindermishandeling voorkomt. Want ze denken aan die hele bijzondere aandoening die ze nog niet kennen, die ze willen uitzoeken. Maar goed, die neuroloog die had best zijn best gedaan, kind in de gaten, en zei trauma-screening niet nodig. Op grond van mijn expertise 1,5 meter en dan zo'n kwetsbaar kind, denk ik daar anders over. Maar goed, in ieder geval, de coördinator deed haar uiterste best om ouders, toch die wilden naar huis natuurlijk, ervan te overtuigen dat er aanvullend onderzoek gedaan moest worden. Want het vermoedens van kindermishandeling protocol is dat je een goed top-teen onderzoek doet. Nou, dat hadden ze wel gedaan. Maar dat je bij vermoedens een skeletstatus maakt. Dat betekent dat het kind daardoor lang in het ziekenhuis moest blijven. Maar omdat het op het hoofd terecht was gekomen en er was een zwelling links parietaal, heb ik tegen haar gezegd van ja, er moet minstens een X-schedel of een CT-schedel gemaakt worden. Die ouders die waren eigenlijk al, we wisten ook dat hij een kort lontje had, omdat schoonzus dat zei. Ja, en dan moet je praten als brugman om dat voor elkaar te krijgen. Op een gegeven moment heb ik ze beiden maar gesproken met de coördinator aan de telefoon, heb ik uitgelegd dat ik eigenlijk met de gang van zaken niet tevreden ben. Omdat ik denk dat onvoldoende naar letseldiagnostiek is gedaan. Dat is praten als brugman. Uiteindelijk zijn ze akkoord gegaan. En vandaag heb ik gehoord dat er inderdaad een fractuur in de schedel zat met een bloeding eronder. Jeetje. Ja. Maar goed, dat is het moeilijke van het vak. Ja, dat geloof ik. Er was ook nog een andere vraag. Ja. Met als je vermoeden hebt over symptomen van dat er sprake is van huiselijk geweld. Hoe moet je dat dan in het dossier opschrijven? Moet dat inzichtelijk zijn voor de cliënt of moet het op een verborgen pagina geschreven worden? Ja, volgens mij zijn in de meeste dossiers zijn er geen sleutel of van die sleutelfiguraties dat je dat achter een sleutelgat kunt plaatsen. Hadden wij vroeger ook, maar nu niet meer. Je kunt het beter gewoon feitelijk benoemen. Ja. Zoals bij dit kind letsel, links parietaal, zwelling, afmetingen erbij. Bijvoorbeeld toedracht met een vraagteken. Want dat is inderdaad niet duidelijk. Maar jij hangt, als jij dat zo er neerzet, dan weet jij onmiddellijk van ja, dat heb ik uitgevraagd. En ik kom er niet goed achter. Maar dat is niet wijzend naar deze ouders. Je kunt het beter zo neutraal mogelijk in je dossier zetten. Alhoewel aan de andere kant, vorige week hadden we iemand en die was positief op cocaïne. En die vond dat dat eigenlijk was van 3 maanden geleden. Ons vak is heel erg gezond boerenverstand, zeg ik altijd maar. Met gezond boerenverstand kom je er al uit dat dat nooit kan, hè? Want ons lichaam heeft een reinigende functie en op een gegeven moment zal dat uit het bloed en uit de urine gaan. En zeker 3 maanden geleden. Ja. Dus dat moet je gewoon letterlijk opschrijven. En dan ben ik er eigenlijk ook altijd voor om mensen gewoon te confronteren met die uitslag. Van hoor eens, dat is niet van... Van het pilletje wat 3 weken geleden per ongeluk is ingenomen. Dat kan niet. Nee. Oké, duidelijk. En er was nog een vraag. Over de pilot meer samen doen. Ja. Is er ook ruimte voor de rol van een verloskundige? Omdat verloskundigen toch bij mensen thuiskomen en daardoor toch een soort kijkje hebben in de keuken van mensen.
Wij zijn altijd heel blij dat verloskundigen, met name eigenlijk na de geboorte van een baby, regelmatig thuiskomen. Als ook de kraamverzorging. En als wij vragen hebben over die veiligheid in de thuissituatie. En dan hebben wij de melding, maar wij werken natuurlijk samen met verloskundigen in het ziekenhuis waar de partus is geweest. Dan proberen we ook een warme overdracht naar jullie te doen, waarin wij ook benoemen. En dat zeggen we ook tegen ouders. Wij gaan aan het einde van de kraamtijd met de verloskundige gaan we dit en dit en dit uitvragen. Als ook met Centrum Jeugd en Gezin. En met Centrum Jeugd en Gezin hebben we ook wel eens dat we vragen van, kun je op bezoek? Ze komen meestal op bezoek, maar kun je desnoods een extra bezoek aangaan? Ja. En heel gelukkig, heel wat ziekenhuizen hebben ook dat standaard vanuit de kinderafdeling er ook een ontslagbrief gaat naar Centrum Jeugd en Gezin. En dat staat ergens in de kleine lettertjes. Alleen als betrokkenen dat absoluut niet willen en dat aangeven, niet. Maar meestal doen ze dat als een opmerking. Wij delen informatie van deze opname in het belang van uw kind met Centrum Jeugd en Gezin. Zoiets staat er dan. En daar ben ik erg blij mee. Ja. Daardoor kun je zo'n thuissituatie gewoon... We kunnen niet altijd bewijzen. En dat is ook een beetje de onmogelijkheden. Hè? Want heel veel mensen denken dat wij een hele hoop kunnen. Maar helaas is dat niet zo. dan proberen we het gezinssysteem zo goed mogelijk in beeld te krijgen. En te houden. Ja. Mike, hebben we nog een tijd voor nog een vraag of niet? Ja, we hebben nog heel even tijd. We gaan goed qua tijd, dus je mag nog heel even verder. Oké, goed. Ja, er was nog één vraag binnengekomen. Want wat doe je als je een melding krijgt van een cliënt via een familielid? Dan zou ik eigenlijk het familielid laten bellen met Veilig Thuis. Want, maar dat is de aanbeveling. Maar ik zeg altijd, ik heb liever een melding via dan geen melding. Ja? Ja. Maar ik besef dat dat dan een melding via is. En dus kan die anders geïnterpreteerd worden. En dan is het ook handig dat dit familielid niet een jaar geleden eens een keer op bezoek is geweest. Nee, precies. Ja, dus dat moet je allemaal even checken. Ja. Want ja. We zeggen ook wel eens, nou, huisarts, ik heb liever dat jij meldt. Of verloskundige, jij gaat nu straks eruit. Ik heb liever dat jij meldt. Dan dat, en dan laten we de huisarts, laten we die behandelrelatie voortzetten. Ja, oké. Okay. Ja? Duidelijk. Ja. En ik heb bij één take-home message. En dat is bij elke vraag bellen met Veilig Thuis. Ja. Ja. Er was ook nog een vraag over wat kun je doen met een melding waarbij je alleen een adres hebt en geen naam van iemand. Oh, dat is helemaal geen probleem. Wat een heleboel mensen niet weten is dat wij een hotline hebben met de burgerlijke registratie. Dus wij weten zo wat voor mensen er wonen en wie allemaal in dat huis wonen. Want dat is vaak meer dan jij weet. Ja? En wij hebben ook korte lijntjes met de politie, want voordat we op huisbezoek gaan, willen we toch wel eventjes onze veiligheid ook inschatten. Ja. Ja? Dat ik niet naast een vuurwapen gevaarlijke meneer op de bank zit. Alhoewel, als dat gebeurt, ga ik er gewoon naast zitten. En dan pas ik mijn gedrag aan. Dan niet het gedrag wat je op het filmpje hebt gezien, maar heel stoer gedrag. Ja. Oké, okay. Duidelijk. Dankjewel, Jeanette. Dankjewel, Annika. Ja. Qua tijd, ik denk dat er nog eindeloos veel kunnen doorpraten. Maar qua tijd ga ik jou nu bedanken, Jeanette. Ja, graag gedaan. Heel fijn. En ik blijf luisteren. Ja, nou, helemaal goed. Ja. We hebben even een korte pauze, een hele korte pauze. En dan schakelen we zo door naar Anne en Arwen, de onderzoekers van het Erasmus. Dus blijf hangen, wij gaan even doorschakelen en dan kom ik zo weer bij jullie terug. Dus
Heel graag geef ik het woord aan Anne en Arwen, beide artsonderzoeker in het Erasmus. En hun onderzoek Generation R Next gaat over optimaal opgroeien. En verder kunnen ze dat allemaal zelf vertellen. Succes! Dankjewel. We gaan even het scherm delen. En als het goed is, zien jullie nu de presentatie, klopt toch? Ja, ik zie een knik. Oké. Nou, welkom allemaal. Bedankt voor de uitnodiging natuurlijk dat wij hier mogen spreken. En aan het programma zagen we al dat ons onderwerp misschien net wat anders is dan de andere onderwerpen die hier besproken worden vandaag. Maar wij zijn van mening dat veilig thuis ook al begint voor de zwangerschap. En daarom komen we wat vertellen over het onderzoek waar wij allebei betrokken zijn. En dat is Generation R Next optimaal opgroeien. Dus daar komen we vandaag wat over vertellen. En om ons even voor te stellen, ik ben zelf Anne Boksem. Ik werk al sinds eind 2020 bij Generation R. En Arwen, die naast me zit, een hele lieve collega van mij. En we werken samen in de interventiestudie, waar we dus zo meteen wat toelichting over gaan geven. Maar we willen graag even beginnen met een kort stukje introductie. Want nou ja, het start van het leven begint natuurlijk bij de geboorte. En eigenlijk worden alle kinderen anders geboren. En ook met een ander geboortegewicht uiteraard, maar ook met een andere prognose. En zoals je hier ziet, deze kinderen zien er verschillend uit. En de verwachting is ook dat deze kinderen zich dus in de eerste jaren van hun leven best wel anders gaan ontwikkelen. Maar waar steeds meer onderzoek naar wijst, is dat die vroege ontwikkeling, en eigenlijk de ontwikkeling die al in de baarmoeder en voor de conceptie plaatsvindt, dat het ook best wel veel effect heeft op de ontwikkeling in het latere leven. Dus bijvoorbeeld de kans op chronische ziekte of obesitas, dat dat eigenlijk ook al bepaald is door hoe je opgroeit in echt het begin van het leven. En als we dan kijken naar een gezondheidsuitkomst op latere leeftijd, dan zien we dus ook dat als je een tijdige interventie toepast, dat je dan dus op een latere leeftijd daar eigenlijk veel meer profijt van hebt. En dat is medisch gezien, kan je dat makkelijk onderbouwen. Dat je bent gezonder, dus je hebt minder kans op chronische ziekte. Maar als je kijkt naar het economische aspect, dan zie je ook dat als je hoe vroeger je interveneert, hoe meer return on investment je daar eigenlijk op krijgt. Dus hoe meer kosten dat oplevert. En een beetje met die gedachte is Generation R begonnen. En wij gebruiken Rotterdam als laboratorium voor Nederland. Dus wij zijn een groot populatieonderzoek met twee cohorten. Generation R en Generation R Next. En wij proberen te kijken naar de groei, ontwikkeling en gezondheid van ouders en kinderen in Rotterdam. Maar we proberen dat zoveel mogelijk ook naar de rest van Nederland door te voeren. Door echt een populatieonderzoek te doen. Dus onder de normale Nederlandse bevolking. En als we kijken naar die cohorten, heb je eerst Generation R. En dat is een cohort wat is begonnen in de zwangerschap. Dus deze vrouwen hebben wij gevolgd vanaf het begin van de zwangerschap tot de geboorte en daarna. Daar ga ik zo meteen verder over toelichten. En Generation R Next, dat is een cohort wat later begonnen is. En daar hebben we echt specifiek gekeken naar voor de conceptie. Dus vrouwen die een kinderwens hebben, die hebben we gevolgd. En Generation R zelf, dat is het eerste onderzoekscohort wat we hebben. En dat is een prospectief cohort onderzoek, wat betekent dat we dus de vrouwen blijven volgen vanaf het moment dat ze zijn geïncludeerd. In 2001 begonnen en ongeveer 10.000 ouders en kinderen zijn betrokken bij Generation R, zitten in onze studie. En wat ik al eerder zei, we kijken echt vanaf de zwangerschap tot volwassenheid in Rotterdam, dus een multi-etnische populatie. En wat het bijzondere aan dit onderzoek is, is dat we nog steeds focussen op de kinderen die geboren zijn uit dat initiële onderzoek. Dus de kinderen worden op verschillende momenten onderzocht. En de oudste kinderen zijn op dit moment ongeveer 22 jaar. En er komt ook weer een nieuwe onderzoeksronde aan. Dus de kinderen die waar we ooit echo's van hebben gemaakt, die zien we nu weer terug op het onderzoekscentrum. Maar vanuit Generation R kwamen eigenlijk best wel veel resultaten dat vooral die fetale periode, dat wel invloed heeft op het kind in latere leven. Dus je ziet bijvoorbeeld dat de groei, dat het een associatie heeft met hoe het kind zich ontwikkelt. En vanuit die gedachte zijn we verder gaan kijken. Want je hebt natuurlijk, dat weten jullie allemaal, we hebben de fetale periode. Maar wat daarvoor zit, de embryonale periode, hele korte periode aan het begin van de zwangerschap, waren wel benieuwd van wat gebeurt er nou als we daarin gaan kijken, wat voor effecten er te zien zijn.
En we weten nu inmiddels dat dat een best een belangrijke periode is, dat daar veel ontwikkeling in is. Maar als we gaan kijken naar wat voor risicofactoren er zijn, dan zien we in Generation R, dus in dat eerste cohort, dat bij aanvang van de zwangerschap best wel veel risicofactoren voor een mindere ontwikkeling van het kind aanwezig zijn. Dus in dat eerdere cohort van 2001 tot 2007 is 40% van de vrouwen die gebruikt geen foliumzuur aan het begin van de zwangerschap. 25% rookt, 55% drinkt nog steeds matig alcohol en 30% heeft overgewicht of obesitas voor de zwangerschap en ervaart ook best een groot deel stress door bijvoorbeeld financiën. En dit is dan het cohort van 2001, dus echt het eerdere cohort nog. En met die gedachte dachten wij van het is toch best interessant om te kijken naar ja, wat gebeurt er nou in die eerste fase en misschien nog wel de fase daarvoor, dus de preconceptieperiode, oftewel als vrouwen en partners een kinderwens hebben. En met die gedachte is Generation R Next begonnen. Dus we hebben geprobeerd om vrouwen te includeren al voordat zij een voordat zij zwanger zijn. Dus als zij een kinderwens hebben en dan ook die vrouwen te volgen tijdens de zwangerschap, geboorte en nog de periode daarna. Hier zijn we in 2017 mee begonnen en de inclusie liep tot 2021. We hebben vrouwen dus preconceptioneel gevolgd tot een kindleeftijd van ongeveer 12 maanden. En we hebben een aantal bezoeken gehad, preconceptioneel. In het eerste trimester hebben we 3 bezoeken gehad en in het derde trimester 1. En daar is een cohort van ongeveer bijna 4000 vrouwen uitgekomen met hun partners en de uiteindelijke kinderen. En wat het bijzondere aan dit onderzoek is, is dat we hier echt hebben geprobeerd om te focussen op die vroege ontwikkeling van het embryo. Dus we hebben preconceptionele echo's gemaakt, maar dus ook 3 echo's in het eerste trimester bij 7, 9 en 11 weken. Waardoor je heel mooi die ontwikkeling in dat eerste trimester kan zien. En de voorlopige resultaten laten zien dat die preconceptionele periode, daar wordt al heel erg lang onderzoek naar gedaan, echt al sinds de jaren 2000. Maar toch zien we vooral uit Generation R Next dat ook nu nog steeds mensen als ze een kinderwens hebben gewoon niet heel erg bewust zijn van wat invloed van leefstijl is. Dus bij aanvang van de zwangerschap is bij ouders minstens 1 risicofactor aanwezig. En dit zijn de resultaten die we nu aan het analyseren zijn. Van het cohort zie je bijvoorbeeld dat 38% van de vrouwen in het cohort van 2017 tot 2021 een BMI boven de 25 heeft. En bij mannen is dit zelfs 50%, wat betekent dat dus de helft van de partners overgewicht of obesitas heeft bij aanvang van de zwangerschap. En dat geeft best wel wat mogelijkheden voor preventie, maar ook best wel wat uitdagingen. Want je moet de ouders echt voor die periode van de zwangerschap al proberen te bereiken. En dat probeert nou ja, de Nederlandse overheid ook heel goed met het programma Kansrijke Start. Maar ook wat lokaler in de gemeente Rotterdam bijvoorbeeld wordt daar echt op gefocust. Van hoe kunnen we nou die ouders op dat allereerste moment bereiken om zo te zorgen dat zij zo min mogelijk leefstijlfactoren hebben. En daardoor dus ook de beste start voor hun kind hebben. En met die gedachte zijn we doorgegaan met ons eigen onderzoek en zijn we begonnen met de Generation R Next interventiestudie. Wat betekent dat we dus eigenlijk 2 groepen hebben. En daar gaat Arwen nu wat verder over vertellen. Yes, want na het observeren en het bekijken dachten wij, we moeten ook wat gaan doen met deze resultaten. En daar is een Generation R Next optimaal opgroeien geboren. In 2023, wat is het doel van deze studie? Namelijk het bevorderen van de gezondheid van aanstaande ouders door het optimaliseren van hun leefstijl. Hoe gaan we dat doen? Of hoe zijn we dat aan het doen sinds januari 2023? We hebben een interventiestudie opgezet en dat is een populatiegebaseerde randomized control trial. En die is dus gericht op groei, ontwikkeling en gezondheid van die aanstaande ouders en hun toekomstige kinderen. De inclusiecriteria zijn vrij helder. Vrouwen moeten woonachtig zijn in de regio Rotterdam. We hebben bepaalde postcodegebieden waar zij uit moeten komen. En ze moeten minimaal 1 aangetoonde leefstijlrisicofactor hebben. Die vrouwen, op het moment dat ze interesse hebben, gaan wij ze allemaal bellen en dan worden ze gescreend op deze risicofactoren. En zodra mevrouw 1 ja geeft, dan is zij geschikt om mee te doen met het onderzoek. En de vragen die we stellen van, nou, rookt u nu of de afgelopen 3 maanden? Hetzelfde voor alcoholgebruik, soft of harddrugs gebruik, gebruik van foliumzuur of de moeder of aanstaande moeder gevarieerd eet volgens een schijf van 5, inclusief bijvoorbeeld het 2 keer per week vis eten. En heeft ze overgewicht of obesitas? Ervaart ze werk of thuis gerelateerde stress zodanig dat ze daar last van heeft?
En als ze op al die vragen nog geen ja heeft gescoord, dan vragen we ook nog eerdere zwangerschappen uit. En als daar een complicatie heeft opgetreden, zoals bijvoorbeeld een miskraam, een vroeggeboorte, een te hoog of te laag geboortegewicht, zwangerschapshypertensie, zwangerschapsdiabetes, zijn dat ook risicofactoren en mag ze meedoen met ons onderzoek. Hoe ziet de studie er dan uit? Nou, we hebben gepowered op dat we in totaal 1750 vrouwen en het liefst met zoveel mogelijk partners willen includeren. En zowel tijdens de kinderwensfase als tijdens het eerste moment van of het eerste trimester van de zwangerschap kunnen zij geïncludeerd worden. Ze komen dan bij ons op het centrum voor een eerste bezoek, waarbij metingen verricht worden. Maar het belangrijkste van het eerste bezoek is dat iedereen daar het basisleefstijlconsult krijgt. Dus het basisadvies wat iedereen krijgt. En vervolgens gaan we loten in twee groepen. Dat is computergestuurd en volledig at random. Dus daar hebben wij geen invloed op. En de gesprekken die we met die vrouw hebben daar ook geen invloed op. Vervolgens worden ze dus gerandomiseerd in twee groepen. De controlearm en de interventiearm. Waarbij beide armen terugkomen op ons onderzoekscentrum voor metingen en echo's tijdens de zwangerschap en het invullen van vragenlijsten. Maar waarbij aanvullend bij de interventiegroep een interventie start. En dat is 3 groepsessies en een online platform. Daar zal ik zoiets meer over vertellen. En uiteindelijk gaan we kijken primair naar geboorteuitkomsten, zoals bijvoorbeeld APGAR-scores, prematuriteit, te hoog en te laag geboortegewicht en dergelijke. En secundair gaan we veel vragen beantwoorden ten aanzien van gezondheid, leefstijl, maar ook bijvoorbeeld het ervaren van steun en stress tijdens een zwangerschap. Nou, qua dataverzameling, wat zit er in die vragenlijsten? Nou, we vragen heel breed van alles uit tijdens de kinderwensfase, tijdens de vroege zwangerschap, tijdens de zwangerschap rondom 30 weken en vervolgens ook weer tijdens het eerste levensjaar van het kind. En die vragen gaan over gezondheid, leefstijl, gedrag en sociale steun. We vragen bij geboorte de partnersverslagen op en we vragen vervolgens ook kindgegevens op bij het Centrum voor Jeugd en Gezondheid als ouders er toestemming voor hebben gegeven. En denk dan vooral aan groei. Maar bijvoorbeeld ook ontwikkelingsgegevens. Verder doen we metingen, lengte, gewicht, hoofdomtrek en bloeddruk. We nemen bloed en urine af als de mensen daar toestemming voor geven. En we nemen bij het eerste trimester ook een vaginale swab af. En we vragen aan de hulpverlener die bij de partsen aanwezig is om navelstreng bloed bij geboorte af te nemen. En vervolgens krijgen ze tijdens de zwangerschap ook een tweetal echo's bij de 11 tot 13 weken zwangerschap en bij de 30 weken zwangerschap, waarbij we ook onder andere hele mooie 3D-beelden maken en dopplers verlichten. Nou, de interventie, het belangrijkste stukje natuurlijk. Wat houdt het nou in? Nou, de interventie bestaat uit een drietal groepsessies met maximaal 10 stellen. Waarbij we in ieder geval alle vrouwen uitnodigen. En als ze een partner hebben die ook meedoet, nodigen we ook alle partners van harte uit. En dan komen we in week 1, week 5 en week 9. Want in totaal duurt de interventie 9 weken bij elkaar. Waarbij de eerste fysiek hier in het Sophia Kinderziekenhuis is en de andere thuis via Teams online te volgen zijn. En we hebben 2 pijlers die we behandelen. En dat is namelijk het stuk body, dus echt het leefstijladviezen. En daar hebben we het met name over voeding, bewegen en gezond gewicht. Gebruik of eigenlijk het afraden van gebruik van genotsmiddelen en het gebruik van supplementen. En het andere belangrijke deel is de mind. En dan gaan we stress bespreken. Dus wat zijn nou signalen van stress? Hoe herken je stress bij jezelf? En vervolgens, als je het hebt herkend, hoe ga je er dan mee om? En we geven ze oefeningen mee. Bijvoorbeeld denk aan een bodyscan en andere mindful oefeningen. En dat doen we in samenwerking met Indigo. Dat is een stresspreventie organisatie hier in Rotterdam. En die heeft hele fijne trainers waar wij de sessies mee samengeven. En verder wordt de interventie ondersteund met een online platform, wat vanaf het moment dat ze bij ons op het eerste groepsessie gekomen zijn, gaat lopen. Dan krijgen ze een unieke studiecode en kunnen ze inloggen. En dan komt er elke dag een kleine tip of trick. Er staat allemaal aanvullende achtergrondinformatie over zwangerschap en kinderwens. En er komt elke week een deel stress online, waarbij ook opdrachten zijn. Bijvoorbeeld het maken van een netwerkanalyse en dergelijke. Nou, Generation R Next heeft dus optimaal opgroeien, heeft als doel om de gezondheid van aanstaande ouders te verbeteren. Door het optimaliseren van hun leefstijl, voeding en stressbeleving. En dat doen we door het aanbieden van leefstijlinterventie en stressmanagement. En uiteindelijk willen we daarmee een kansrijke start voor de toekomstige generatie creëren. Nou,
Waar staan we nu? Op dit moment, we lopen sinds januari vorig jaar. We hebben ondertussen meer dan 600 inclusies. We krijgen ongeveer 15 tot 20 aanmeldingen per week binnen. Maar niet elke vrouw vanuit de aanmelding is uiteindelijk ook definitief geschikt om mee te doen of besluit zelf om niet mee te doen. Dus we hebben nu meer dan 600 inclusies. Ongeveer al meer dan 200 vrouwen die op het eerste 30 weken bezoek geweest zijn. En de eerste kinderen zijn sinds augustus afgelopen jaar geboren. En dat zijn er nu ondertussen 143. We zien een hele mooie verdeling tussen kinderwens en prenatale fase. We includeren eigenlijk 50-50 de mensen. En we zien ook dat partners echt wel bereid zijn om mee te doen. Namelijk 70% van de partners die zijn bij ons aanwezig. Dus dat is heel erg leuk om te zien. En na de zomer gaan we ook starten met een extra onderdeel van het studie, dus semenonderzoek. Waarbij we partners gaan vragen om hun sperma in te leveren. En dan gaan we bijvoorbeeld kijken naar kwaliteit en dergelijke. Dus what about the fathers? Een belangrijk onderdeel en die zijn nog vaak een vergeten kindje in de zwangerschap. Dus die gaan we er zeker bij betrekken. Nou, hoe werven wij onze deelnemers? Via jullie verloskundigen, via de huisartsen, Centrum voor Jeugd en Gezondheid. We staan regelmatig in het AD. Hier een plaatje van onze onderzoeksleider Romy Gaillard, die uitlegt wat we doen. Verder zijn we veel op sociale media en kan je ons terugvinden op Zwangerenportaal. Mogelijk hebben jullie ons al voorbij zien komen op de bussen, in de bushokjes en we hangen ook in de metro. En we hopen natuurlijk dat door hier meer aandacht voor te krijgen, ook jullie het nu weten en het vooral voor te zeggen. En dan... veilig thuis voor de kinderen te bieden. Ja! Dank jullie wel, Anne en Arwen. Wat een mooi onderzoek en wat uitgebreid ook. Heel fijn en goed verhaal. En ook heel goed om de aandacht die voor de preconceptiezorg. Als wij op onze stagepraktijken en zo zien we dat alle praktijken er moeite mee hebben. Hoe krijg je die preconceptiezorg nou ook onder de aandacht? En ik denk dat het alleen maar helpt als we dat met z'n allen blijven zeggen. En vooral ook op bussen laten zien en in bushokjes plakken. Wie weet gaat het een keer lukken. Er zijn nog een heleboel vragen, dus ik geef het woord aan Annika. Ja, als eerste de vraag, waar wordt naar gekeken bij een preconceptionele echo? Bij deze studie specifiek doen we geen preconceptionele echo, maar in het vorige cohort hebben we dat wel gedaan. En dat is met name om te kijken van, het is een gynaecologische echo, dus gewoon wordt gekeken naar de dikte van het endometrium of de ovaria goed in beeld gebracht kunnen worden en of we de follicels kunnen zien. En daarvan zijn we de data nu aan het opschonen om te kijken of we daar bepaalde associaties mee kunnen vinden. Dus bijvoorbeeld als je tijdens een menstruatie je endometriumdikte minder dik is dan die van iemand anders, heb je dan meer kans op dat het langer duurt voordat je zwanger bent bijvoorbeeld. Maar dat is, die data wordt nu ook echt opgeschoond op dit moment en daar gaan we mee aan de slag. Maar voor deze studie, voor de interventiestudie, doen we daar niets mee, omdat we echt gefocust zijn op de uitkomsten van leefstijl en zwangerschapsuitkomsten. Niet per se de gynaecologische kant, zeg maar, om het maar zo te zeggen. Ja, duidelijk. Toen was er nog een andere vraag. Hoe zorgen jullie ervoor dat de onderzoekspopulatie zo inclusief mogelijk wordt? Om aan het leefstijlprogramma deel te nemen, lijkt enige beurs van de Nederlandse taal bijvoorbeeld een vereiste. Dus bijvoorbeeld mensen met een taalbarrière, kunnen zij ook deelnemen? Of... Ja, hele mooie vraag. Bedoeld. Ja, het is inderdaad een vereiste dat de deelnemers dus een Nederlandse taal kunnen begrijpen. En dat is omdat we anders de interventie niet kunnen geven. Dus ze moeten wel begrijpen wat voor adviezen we geven. Dus daarin, dat is wel een harde eis. En ja, kunnen we dus niet iedereen meenemen. En verder proberen we zo inclusief mogelijk te zijn door op allerlei verschillende platformen en in verschillende wijken van de stad te werven. We krijgen bijvoorbeeld ook heel veel van verloskundige praktijk. IJsselmonde krijgen we ook bijvoorbeeld veel vrouwen binnen. Maar ja, en aan de andere kant veel collega's uit het Erasmus MC zien ons veel. Dus zo proberen we van alle lagen van de Nederlandse bevolking, zeg maar, toch iedereen binnen te krijgen. Maar het is iets waar we hard aan moeten trekken, omdat we toch over het algemene wetenschappelijk onderzoek
Is het makkelijker om hoogopgeleide populatie te krijgen dan de wat lager opgeleide populatie. Dus we proberen dat via social media en de bussen in de juiste wijken te laten rondrijden. Zo toch zichtbaarheid te creëren. En we hopen natuurlijk uiteindelijk dat we zoveel effect aantonen dat dan dus bijvoorbeeld interventie ook in andere talen aangeboden kan worden als uiteindelijk blijkt dat dit effectief is. Want dat is natuurlijk, vraag 1 is natuurlijk of het werkt. En als het werkt, dan is het wel iets wat we graag willen implementeren in de gezondheidszorg op zich. Ja. Omdat juist de uitdaging voor de preconceptiezorg zo groot is. En verder proberen we ook inclusief te zijn door bijvoorbeeld vervoerskosten te vergoeden. Dus echt een deelname is volledig gratis. En als er OV-kosten gemaakt worden voor deelnemers die het minder breed hebben, dat wordt voor iedereen vergoed. Ja, duidelijk. En het doel ook wat jullie beschrijven lijkt mij een heel mooi streven. Verder was nog een vraag. Wat zijn de redenen dat er gekozen is voor 3 groepsessies en niet bijvoorbeeld voor meer? En is er ook overwogen om bijvoorbeeld individuele interventie in te zetten? Waarom hebben jullie daarvoor gekozen? Waarom we hebben gekozen voor 3 sessies is omdat het een beetje een balans was tussen in hoeverre ga je mensen een bepaalde belastbaarheid opleggen terwijl je meedoet aan een wetenschappelijke studie. Dus we vonden eigenlijk dat 1 sessie te weinig was, omdat je dan echt heel erg bezig bent met de kennismaking en meer dan 3 sessies eigenlijk te veel was. En we hebben er wel specifiek voor gekozen, ook om dan dus de eerste sessie fysiek te doen in het Erasmus MC en de tweede en de derde online, zodat de drempel om mee te doen zo laag mogelijk is eigenlijk. En dat heeft ook een beetje te maken met de andere achtergrond van waarom we voor dit design eigenlijk hebben gekozen. Is omdat we hebben heel erg geprobeerd om een soort werkgroepconstructie te creëren. Dus dat je weinig mensen hebt die met elkaar in een ruimte zitten, waardoor je een bepaalde vertrouwensband krijgt. Want dat blijkt uit onderzoek wel heel positief te zijn, ook voor het delen van je leefstijl. Problemen, zeg maar met name ook voor het veranderen van je leefstijl, dat je ook echt krijgt dat je peer support binnen een groep krijgt. En als je daar 1 sessie aan hangt, dat is waarschijnlijk te weinig om een beetje die vertrouwensband te krijgen met de rest van de groep. 2 is dan misschien net een beetje spannend en dan zit je ook qua tijd hoeveel je wil vertellen en hoeveel je kwijt kan. En daar bleek 3 dan echt de oplossing voor, om gewoon 3 sessies van 1 uur te doen. Dan is het behapbaar, kan je wel nog de hoeveelheid mensen erin kwijt en heb je ook de kans dat die mensen elkaar echt gaan ondersteunen. Ja, duidelijk. Er was vanuit ons ook nog een vraag, want je gaf aan dat een veilig thuis zeg maar al begint voor de zwangerschap, helemaal aan het begin van de presentatie. Kunnen jullie ook uit die onderzoeken zien wat bijvoorbeeld stress bij de ouders qua invloed is op op de zwangerschap en ook op de kinderen later in hun leven? Bij stress is het best lastig, omdat stress echt een beetje een multifactorieel probleem is. Dus wat je heel erg ziet is dat mensen die stress hebben, die laten bijvoorbeeld meer risicogedrag zien. Dus die gaan vaker wel alcohol drinken, wel nog roken tijdens de zwangerschap en bijvoorbeeld drugs gebruiken. Maar er zijn wel, daarin zien we natuurlijk dat dat effect heeft. Want dan kan je afvragen, komt dat door de stress of komt dat door het feit dat je aan het roken bent en dus gewoon een kleiner kind krijgt. Maar wat je tegenwoordig wordt daar wel wat specifieker onderzoek naar gedaan. Dus dan ook echt gekeken van wat nou als we al die factoren die daar ook effect op hebben, als we die nou allemaal weghalen en alleen kijken naar stress. En dat lijkt nu steeds meer dat alleen stress zelf ook effect heeft op de geboorteuitkomsten. En dat is de reden waarom we dat hebben meegenomen. Maar ook omdat we zien dat als je bezig bent met leefstijlverandering, uit onderzoek blijkt dat als je leefstijlverandering aan het proberen bent, dat stress daar een negatieve factor in is. Dus als je meer stress ervaart, is het moeilijker om je leefstijl aan te passen. Dus als je die 2 samenpakt, dus minder stress creëert, is het ook makkelijker om dan je slechte gewoonte, zeg maar, dan krijg je gewoon meer ruimte voor om daarmee aan de slag te gaan. Dus we hebben het een beetje op 2 op 2 sporen, zeg maar, die erin geweven. Ja, duidelijk. En bijvoorbeeld huiselijk geweld, om even in het thema van dit webinar te blijven, wordt dat ook meegenomen in de analyse of als risicofactor? We hebben niet zo specifiek vragen over huiselijk geweld, omdat wij wel, we hebben daar een beetje een onderscheid in het EMC, want je hebt bijvoorbeeld ook het programma Moeders voor Moeders, Moeders in Rotterdam.
En dat is echt meer gericht op mensen die bijvoorbeeld multifactorieel veel stress, veel financiële problemen hebben. En ook wat meer, denk ik, vaker in de huiselijk geweld of de moeilijke thuissituatie zitten. En omdat wij een populatieonderzoek zijn en dus ook echt een beetje de brede populatie van Rotterdam hebben, proberen we daar niet specifiek op te focussen. Maar het is wel zo dat we bijvoorbeeld proberen steunen uit de vragen in de vragenlijsten. Dus er zijn echt meerdere vragen over hoe mensen steun ervaren in hun omgeving. Niet alleen van partner, maar ook van de rest van het sociale netwerk. En hoe stresservaring is. Dus we proberen op die manier wel, het wordt niet specifiek gevraagd van is er huiselijk geweld bij jullie thuis. Maar wel van zijn stress en steun in jouw omgeving van invloed, zeg maar. Ja, oké. Okay. Dan was er nog een vraag uit de chat gekomen. Gebeurt het wel eens dat jullie iemand niet kunnen includeren? Want als ik de lijst met risicofactoren zag, lijkt het me haast dat iedereen hier wel iets van heeft. Ja, nou, het gebeurt wel eens dat we iemand niet kunnen includeren, maar gelukkig niet veel. Maar er zijn vrouwen die al zich heel goed hebben ingelezen en eigenlijk aan alle leefstijlzaken voldoen. Dus die dat allemaal netjes doen. Die ook geen stress hebben. Die zeggen, nee, ik heb een leuke baan en ik heb thuis goed. Ik voel echt geen stress. En die dan voor de allereerste keer zwanger zijn. Ja, en dan houdt het echt op. Dan kan het voor ons, hè, want dan zeggen we ook aan de telefoon altijd van, nou, je doet het fantastisch, dus ga vooral zo door. Want wij hebben dan ook niks waar we op in kunnen springen. En dan, je moet wel ergens op kunnen, een interventie op kunnen toepassen. Als ze alles al zo goed doen, dan heeft het ook voor ons geen zin. Dan is het voor hen vooral balen dat we hen de echo's niet kunnen aanbieden. Maar goed, het komt echt niet vaak voor. Ik denk dat we misschien 5-10% uit mijn hoofd of zoiets. Ja. Daarop afvallen. Ja. Ja. Oké. Okay. Dan was er nog één vraag die iemand zei. Je hebt het over CG als Centrum Jeugd en Gezondheid. Volgens mij is dat Centrum Jeugd en Gezin of zijn het twee verschillende organisaties? Volgens mij is dat wel. Dus. Als je bedoelt, ja. In de volksterm het consultatiebureau, zeg maar. Ja. Ja. Ja, nee, het consultatiebureau is inderdaad jeugd en gezin. Ja, ja precies. Ja. Dat is even een verwarring, denk ik, bij iemand. Dat waren de vragen voor nu, denk ik. Ik heb niks meer binnen zien komen. Nee, ik zie ook niks meer binnenkomen. Super fijn. Dank jullie wel, Anne en Arwen, voor jullie presentatie en alle antwoorden ook. En hartstikke goed werk. Ik hoop dat het lukt om die aandacht voor de preconceptiezorg wat te verhogen. En als we daar als verloskundige en studentenverloskunde iets in kunnen doen, dan weten jullie ons nu ook te vinden. Ja, ja mooi. Stuur iedereen door. Ja. Stuur iedereen door. Ja. Dank jullie wel. Helemaal goed. Jullie mogen je presentatie delen stoppen. En dan ga ik het woord geven aan Angelica Veenekamp. Zij is beleidsmedewerker bij het lectoraat Verloskundige Geboortezorg. En zij gaat een filmpje laten zien over de blauwdruk psychosociale zorg. Dat heeft ze samengemaakt met het consortium. En jij gaat hier straks ook onderzoek naar doen, Angelica. Ik geef het woord. Ja, dat klopt. Aan jou. Dat klopt. Ja, ik heb een heel kort filmpje. Dat hebben we al eerder gemaakt binnen het regionaal consortium. Dat gaat over de blauwdruk psychosociale zorg en de samenwerking met Veilig Thuis. Dat is ontstaan vanuit eerder onderzoek. Dat komt allemaal in het filmpje terug, dus ik zal er niet te veel over uitweiden. En daar is ook een hele belangrijke rol weggelegd voor Veilig Thuis. En ik ga nu dat filmpje instarten, want ik ga gewoon in een filmpje vertellen wat ik met die blauwdruk ga doen. Moet ik hem er wel even bij pakken.
Angelica, ik hoor geen geluid. Ik ga het oplossen. Hallo, ik zal beginnen met mij even voor te stellen. Mijn naam is Angelica Veenkamp en ik ben inmiddels al meer dan 12 jaar werkzaam als beleidsmedewerker voor het lectoraat verloskunde en geboortezorg van de Hogeschool. Hallo, ik zal beginnen met mij even voor te stellen. Mijn naam is Angelica Veenkamp en ik ben inmiddels al meer dan 12 jaar werkzaam als beleidsmedewerker voor het lectoraat verloskunde en geboortezorg van de Hogeschool Rotterdam. Vanuit die functie ben ik ook coördinator van het regionaal consortium zwangerschap en geboorte Zuidwest-Nederland. Tevens ben ik verbonden aan het netwerk regionale consortia geboortezorg, afgekort NSCG. Dit netwerk werkt op landelijk niveau. Zowel het regionale consortium als het landelijke netwerk zetten zich op vele manieren in voor betere geboortezorg. Ik heb een hele afwisselende baan, waarin ik me met heel veel verschillende onderwerpen en onderzoeksprojecten op het gebied van de geboortezorg bezighoud. Vanuit die onderzoeksprojecten ontstaat nieuwe kennis en worden vaak hele slimme en handige tools en innovaties voor de geboortezorgpraktijk ontwikkeld. De implementatie van nieuwe innovatie gaat echter niet vanzelf. En het lukt veel organisaties vaak niet om er echt in de praktijk mee aan de slag te gaan. Om te leren hoe ik de praktijk kan helpen met implementatie en borging, volg ik sinds november 2023 de opleiding tot Implementatie Science Practitioner, of kortweg ISP. Deze opleiding wordt gefinancierd door ZonMW. In deze opleiding leer je hoe je de wereld van de wetenschap en de praktijk aan elkaar kunt verbinden. Je wordt als het ware een soort bruggenbouwer. Hoe maak je nou handig gebruik van bepaalde implementatiestrategieën? Welke veranderkundige aspecten komen daar dan bij kijken? En hoe ga je bijvoorbeeld om met weerstand in een organisatie? Centraal in de opleiding staat de vertaalslag van theorie naar praktijk. En hier komt dan ook de blauwdruk om de hoek kijken. Binnen het regionaal consortium hebben we in 2017 een blauwdruk ontwikkeld. Een kader en stroomschema voor integrale zorgverlening aan zwangeren en gezinnen in kwetsbare omstandigheden. En die blauwdruk ziet er zo uit. De blauwdruk is een hulpmiddel voor de verloskundig zorgverlener. In de blauwdruk staat bijvoorbeeld aangegeven welk instrument binnen een VSV wordt gebruikt om te screenen op kwetsbaarheid. En wanneer pas je de meldcode huiselijk geweld toe? En met welke instanties en hulpverleners is er dan vervolgens contact? Het biedt structuur en maakt het voor betrokken zorgverleners, als het goed is, makkelijker om op het juiste moment de juiste zorg en of hulpverlening in te zetten. Van de 11 VSV's binnen de regio Zuidwest-Nederland werken er momenteel nog 3 met de blauwdruk. En dat zijn VSV's in Delft, Dordrecht en Dirksland. Dat is eigenlijk best wel heel jammer, want we weten dat meer VSV's in Zuidwest-Nederland met de blauwdruk zouden willen werken en zelfs op bepaalde onderdelen zouden willen doorontwikkelen. Als onderdeel van mijn ISP-opleiding ga ik dan ook aan de slag met de blauwdruk. De theorie die ik leer in de opleiding pas ik in de praktijk toe op de blauwdruk en de organisaties die ermee werken of die ermee willen werken.
Zo ga ik onder andere op basis van vragenlijstonderzoek en gesprekken met vertegenwoordigers van het VSV kijken wat er kan worden aangepast aan de blauwdruk, zodat verloskundig zorgverleners er makkelijker mee kunnen werken. Maar ik kijk ook welke implementatiestrategieën en handvatten ik kan ontwikkelen om duurzame borging van de blauwdruk in alle VSV's in Zuidwest-Nederland mogelijk te maken. Op deze manier hoop ik een kleine bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van de geboortezorgpraktijk. Om te illustreren hoe de blauwdruk is ontwikkeld en wordt toegepast in de praktijk, volgt hier als afsluiting een kort filmpje dat we eerder vanuit het regionaal consortium hebben gemaakt. De blauwdruk is ontwikkeld vanuit het regionaal consortium Zwangerschap en Geboorte Zuidwest-Nederland. Het regionaal consortium is een kennisinfrastructuur waarin professionals in de regio met elkaar samenwerken aan het ontwikkelen van nieuwe kennis en oplossingen die bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van de geboortezorg. De blauwdruk is een raamwerk dat voorziet in het organiseren en structureren van zorg aan kwetsbare zwangeren. En het is bedoeld om juist die samenwerking tussen professionals bij de zorg aan kwetsbare zwangeren goed vorm te geven. Het is een zogenaamd standaard zorgpad, wat betekent dat als je het in wil bedden in jouw eigen verloskundige samenwerkingsverband, je een vertaalslag moet maken naar je eigen lokale context. Wanneer we aan de slag gaan met de implementatie van de blauwdruk binnen een VSV, hanteren we daarbij een vast omlijnd stappenplan, bestaande uit 7 stappen. En we hebben heel nauw contact met een aantal contactpersonen binnen zo'n VSV. Zij kunnen ons helpen om de juiste stappen te nemen en ook goed met hun achterban te communiceren. En een van de laatste onderdelen van dat stappenplan is een training, waarbij 12 deelnemers vanuit dat VSV vanuit verschillende disciplines mogen aansluiten. Waarbij zij leren van wat is nou die blauwdruk en hoe kunnen wij daar in de praktijk mee werken. Nou, mij is vooral erg opgevallen dat zorgverleners heel betrokken zijn bij de zwangeren en het gezin om hen heen. En daardoor ook echt daarvoor door het vuur willen gaan. En op het moment dat er sprake is van een kwetsbare situatie, het soms heel moeilijk is om te bepalen van wanneer schakel ik veilig thuis in of andere hulpverlening om het systeem beter te ondersteunen. En daarvoor is het heel belangrijk geweest om het doel heel erg scherp te krijgen van wat is je doel van het gesprek, wat is je doel van jouw zorgverlening en waarin komt ook veilig thuis of andere hulpverlening in beeld als er sprake is van kwetsbaarheid tijdens de zwangerschap of daarna. De succesfactoren die een belangrijke rol spelen bij de implementatie van de blauwdruk zijn voldoende draagvlak binnen de organisatie, het gebruik maken van een relevant en bestaand netwerk. En daarnaast is het heel belangrijk dat er iemand in de organisatie is die de implementatie in het traject echt ondersteunt en die kar eigenlijk trekt. Wat zo ontzettend handig en fijn aan die blauwdruk is, is dat we de drempel verlagen om contact te hebben met Veilig Thuis bij verloskundigen. En dat we ook de mogelijkheid hebben om verloskundigen kennis en vaardigheden door te geven die we hier bij Veilig Thuis hebben in onze advies- en consultatiefunctie. Het idee van die blauwdruk is dat wij vroeger in de zwangerschap bij zo'n mevrouw gevraagd worden en ons dus ook al eerder in de zwangerschap een goed beeld van zo'n dame kunnen vormen en een heel plan kunnen maken inderdaad in de zwangerschap en met name ook daarna. Voorheen gebeurde het vaak dat we pas te laat bij zo'n mevrouw werden betrokken en dat je dan eigenlijk al achterloopt en achter de feiten aanloopt en niet meer een goed plan voor zo'n mevrouw kan maken. En nu kunnen we dat al vroeg in de zwangerschap bewerkstelligen. Dus dat is zeker een positief ding. Dankjewel, Angelica, voor het filmpje. Ik zie dat er ook nog een vraag is binnengekomen voor je, Annika. Zie je ook kansen om de aanpassingen die er nu zijn doorgevoerd in de meldcode ook deze te integreren in de blauwdruk? Ja, dat moet natuurlijk wel. Ik zat net ook al aantekeningen te maken, want ja, het is natuurlijk allemaal aan verandering onderhevig en je wil natuurlijk wel dat je met zo'n blauwdruk zo goed mogelijk aansluit bij de nieuwste ontwikkelingen.
Dus dat staat zeker hoog op de prioriteitenlijst om dat in ieder geval meteen mee te pakken in deze, ja, ik noem het maar eventjes, update ronde en kijken waar we hem nog verder kunnen aanpassen. Want ik verwacht dat behalve de nieuwste meldcode er nog wel heel veel andere zaken zijn waar ze zorgverleners tegenaan lopen die ze misschien toch willen aanscherpen of aanpassen. Dus dat nemen we zeker mee. Ja. Oké, duidelijk. Helemaal goed, dankjewel Angelica. Dan gaan we verder. We maken een mooi rond, want we zijn begonnen met wat is nou dat huiselijk geweld, hoe kunnen we het herkennen. Daarna hebben we een onderzoek gehoord en vervolgens zijn we doorgegaan met de beleidsmatige kant. Nu gaan we naar de praktijk. Annika gaat in gesprek met Hanneke Bontebal. Die heeft jaren als verloskundige gewerkt en is nu sinds kort docent aan de Verloskunde Academie Rotterdam. Ik geef jullie het woord. Dankjewel. Dankjewel. Hanneke, je gaat natuurlijk iets vertellen over een situatie waar jij een melding hebt gemaakt. Maar als eerste, kan jij ons meenemen in die situatie en hoe ging het nou vooraf aan zo'n melding? Wat waren jouw vermoedens daarbij? Ja, nou, dat is een jaar of 7 geleden dat er een 20-jarige zwangere met haar moeder bij mij op intake kwam. En ze was samen met haar begeleider van ASGZ. Ze was namelijk licht verstandelijk beperkt, had een IQ van rond de 60. En haar moeder was ook licht verstandelijk beperkt. En zij was zelf wel opgegroeid bij haar moeder. Maar er was altijd wel een voogd aanwezig geweest in dat gezin. En uiteindelijk is die voogd gestopt omdat ze zelf meerjarig is geworden. En nu verbleef ze zelf bij haar moeder. En zij was dus zwanger geworden, niet gepland, uiteindelijk wel gewenst. En uiteindelijk rond de intake dat ze bij mij was, was de hele babyuitzet ook al geregeld. Dus ze was wel heel erg al gefocust op het krijgen van een kind. Ja. Zij was samen met haar begeleider. En tijdens het eerste gesprek was het al duidelijk dat de politie al een keer een melding had gemaakt bij Veilig Thuis. Vanwege haar lichtverstandelijke beperking en het feit dat ze zwanger was. En ASVZ stond ook op het punt om toch te overleggen met Veilig Thuis of er verder nog begeleiding op moest komen. Dus ik heb er op dat moment toen niks mee gedaan. We hebben toen wel voorzorg ingeschakeld vanuit het CRG om ook extra ondersteuning te bieden. Maar naarmate de zwangerschap vorderde, was wel onze twijfel in hoeverre zij echt capabel genoeg was om ook haar kindje zelf op te kunnen voeden. Ook al zou ze ambulante begeleiding erbij krijgen. Maar met name was onze twijfel ook van ja, hoe ga je doen als straks je kindje gaat huilen 's nachts. Of sowieso misschien uren gaat huilen. Hoe ga je reageren? En wij merkten dat ze heel erg bezig was met zichzelf in de zwangerschap. Ze was helemaal gefocust op het gebruiken van shakes om af te vallen. En eigenlijk niet heel erg gericht op het, nou ja, moeder worden, om maar zo te zeggen. Dus toen wij begrepen van ASVZ dat zij contact had gehad met Veilig Thuis. En die hadden gezegd van nou, wij doen op dit moment nog niks, want jullie zijn betrokken en op dit moment zijn er ook geen zorgen. Wij hebben toen in ons eigen team met de collega's wel besproken, moeten wij hier zelf nog wat mee doen? En toen hebben we op een groot overleg met gynaecologen en een MDO met kinderartsen en medisch maatschappelijk werk toch even dit ingebracht. Dat we dachten, moeten we hier wat mee? En die zeiden, bij twijfel gewoon toch overleggen met Veilig Thuis. Dus dat hebben we toen gedaan en dat was toen halfwege de zwangerschap, nee iets verder. Toen heb ik toch overleg met Veilig Thuis van moeten wij hier wat mee? En daar werd toch geadviseerd, maak maar wel een melding. Want dan kunnen we ook gewoon het netwerk in kaart gaan brengen. Maar goed, dan moet je dat vervolgens gaan vertellen aan de aanstaande moeder. En haar eigen moeder, dus de aanstaande oma, zat er ook bij. Ja, en die waren natuurlijk wel boos. En die hadden in het verleden ook al contact gehad met Veilig Thuis. Ook vanwege haar eigen situatie toen ze zelf jong was. Maar wat wel goed was, ik heb haar heel veel gezien in de zwangerschap. Dus ik had wel echt een vertrouwensband met haar opgebouwd. En nou, wat je net in het begin al zei, als je gewoon eerlijk en oprecht bent en echt ook gewoon de feiten aangeeft in de zin van dat jij dingen ziet waar je je zorgen over maakt en ook uitspreekt dat je je zorgen over maakt, dan kan je echt wel een goed gesprek hebben met mensen. Uiteindelijk heb ik toen de melding gemaakt en verzonden. En dat is toen bij Veilig Thuis terechtgekomen. En in de zwangerschap is er toen verder niks mee gedaan. Wij hebben toen uiteindelijk, heb ik zelf die bevalling begeleid. En die mevrouw is toen 5 dagen, heeft ze een klinisch kraambed gehad. Om toch te kijken van, hey, hoe is de interactie tussen moeder en kind.
En op de vijfde dag postpartum is besloten toch het kind uit huis te halen. Omdat zij op de vijfde dag nog steeds het kindje aan het hoofd uit bed halen. Dus ja, wij merkten gewoon, dit is gewoon echt geen veilige situatie. Maar nee. Dat was natuurlijk ontzettend moeilijk. Want het was voor haar echt een donderklap bij heldere hemel. Zij stond op het punt om naar huis te gaan. En de kind in een nieuw jasje te hijsen en mee te nemen naar huis. Ze vroeg nog aan mij welke kleur van jasje zou ik aantrekken bij haar. Terwijl ik wist van ja, jij gaat straks te horen krijgen dat je kind niet mee naar huis mag. Dus ja, ja dat was heftig voor haar. Ja. Maar wel voor het kind goed, absoluut. Ja, ja en om even terug te gaan naar nog voordat je de melding ging doen. Was het voor jou wel duidelijk van oké, ik ga nu die melding doen? Of twijfelde je toch ook wel daarin? Nou, we twijfelden wel, omdat we dachten van... Ze was de spulletjes aan het kopen voor het kind. Ze had ook wel lerend vermogen liet ze zien bij de voorzorgverpleegkundige. We hadden natuurlijk extra voorzorg ingeschakeld. Ze had ASGZ-begeleiding. Dus het is ook een beetje op je gevoel af dat je denkt van ja, ben je capabel genoeg? En daar twijfelden we gewoon heel erg aan. Maar daarom was het heel fijn dat wij wel gewoon konden overleggen met Veilig Thuis. Dat we de situatie konden neerleggen. En dat we gewoon konden vragen, joh, wat zouden jullie doen in ons geval? En dat was gewoon super prettig. En toen hebben we uiteindelijk toch besloten om de melding te maken. Ja, want je zei natuurlijk, ik heb haar zoveel mogelijk gezien in de zwangerschap. Zagen andere collega's haar ook, waardoor je dit makkelijker samen kon beslissen? Ja. Dat wel, oké. Okay. Wij hadden altijd bij ons in de praktijk wel een soort systeem, dat als er kwetsbare zwangeren waren, dat er wel een vaste case manager op zat, die dus om de controle die mevrouw zag, maar dat ook de andere controles, de andere collega's die mevrouw zouden zien. Dat je inderdaad wel gewoon weet over wie je het hebt. Ja, want anders lijkt me toch lastig om in je eentje die keuze te maken om zeker een melding te doen. Zeker, klopt. Ja. Ja. En je weet dat het gewoon bij mensen altijd wat doet. Dat is logisch. Hè? Ik bedoel, je spreekt natuurlijk eigenlijk uit van we twijfelen of je voor je kind kan zorgen. En dat is natuurlijk ontzettend moeilijk om dat te horen van de zorgverlener. Ja. Ja. En je hebt het over ASVZ. Ik denk dat meerdere mensen die hier aanwezig zijn niet weten wat het is. Ja. Wat was hun rol bij haar precies en jullie contact met elkaar? Ja. Dat was de organisatie die haar dus begeleidde, omdat ze zelf lichtverstandelijk beperkt was. Dus zij hielp haar eigenlijk gewoon in het dagelijks leven met van alles en nog wat je moet regelen. Niet per se op de zorg voor straks het kindje, maar echt voor haar eigen persoonlijke begeleiding, zei erbij. En zij kwamen af en toe mee met de controles. En ik heb af en toe ook wel bij overleggen gezeten. Waar onder andere besproken werd hoe het ging met deze mevrouw. Ja. Oké. Okay. Zij ging daar ook heen elke dag? Of dat was meer echt om de zorg om haar heen? Verder woonde ze alleen bij haar moeder? Ja, ze woonde bij haar moeder, inderdaad. En het was echt een organisatie die gewoon met haar meeliep en hielp bij bijvoorbeeld formulieren invullen. Van alles en nog wat je in het dagelijks leven moet regelen, daar was zij bij betrokken. Het was echt ambulante begeleiding. Dus het was niet zo dat zij in een instelling woonde of zo. Ze woonde gewoon bij haar moeder thuis. Ja. Ja. En de vader van het kind, hoe was die betrokken in het verhaal? Die was niet betrokken in het verhaal. Dat was eigenlijk een vluchtig contact. En die is ook nooit op een plons of zo mee geweest. Daar had ze ook verder helemaal geen contact meer mee. Nee, die is ook niet later bij betrokken of iets. Nee, nee. Duidelijk. En je zei aan het einde, toen het baby natuurlijk al geboren was, toen was uiteindelijk die beslissing genomen vanuit Veilig Thuis om toch het kind uit huis te plaatsen. Wat is daar precies vooraf? Ja, aan vooraf gegaan verder, want ik hoorde verder niet echt heel veel over Veilig Thuis in de... Ja, wat wij achteraf gehoord hebben is dat Veilig Thuis meerdere meldingen had gehad, allemaal een beetje op hetzelfde vlak, dat er dus toch twijfel was over of er genoeg lerend vermogen was, hè, of mevrouw capabel genoeg was om het kindje zelf op te voeden. Wel met begeleiding overdag, maar met name van, als je 24 uur lang alleen met je kindje bent, kun je dan zelf zorg dragen voor je kindje?
En daarom was besloten om er een klinische kraambed van te maken. Dus die mevrouw is op polyklinische basis bevallen onder mijn begeleiding. En toen is ze 5 dagen gewoon in het ziekenhuis geweest, waardoor er 24 uur zorg was. En daar hebben verpleegkundigen geobserveerd dat mevrouw echt wel dingen oppakte, maar eigenlijk onvoldoende. En echt zo onvoldoende dat er gewoon grote twijfels was of het gewoon geen gevaar was voor het kind. En ja. Nou ja, op de dag dat ze dus op punt stond naar huis te gaan, ja, was wat ik al zei, hè, wilden ze als het kind aan het hoofdje uit bed tillen. En er waren nog meer signalen dat ze echt dachten, dit is gewoon niet veilig. Nee. Oké, duidelijk. Veilig thuis vertelde dit zelf tegen die mevrouw dat zij uiteindelijk uit huis werd geplaatst? Of... Ja. Want dat deed jij niet, begreep ik. Nee, dat was ook niet mijn rol. Nee, dit is inderdaad toen bij Veilig Thuis. Ja, klopt. Ja. En heb je tips voor mij als aanstaande zorgverlener, maar ook andere zorgverleners, om zo'n melding te maken? Of zou je bijvoorbeeld volgende keer iets anders hebben gedaan? Ja. Nou, ik denk dat het heel goed is om bij enige twijfel sowieso met collega's te overleggen. Hè, en, bijvoorbeeld in een multidisciplinair overleg met gynaecologen en kinderartsen, medisch maatschappelijk werk. Die maken natuurlijk ook wel het een en ander mee. En dan uiteraard anoniem. Maar binnen je team hoef je het natuurlijk niet anoniem te overleggen. En bij twijfel echt overleggen met Veilig Thuis. Want zij kunnen gewoon heel goed aangeven van joh, doe hier wel een melding mee. Of kijk nog of je misschien andere organisaties kan betrekken. En ook wel vertrouwensband opbouwen, hè, met de mevrouw. Want op het moment dat jij een vrouw vaker ziet, kun je ook aanhaken op bijvoorbeeld eerdere consulten als je dingen opgevallen zijn. Dan dat een cliënt elke keer een nieuwe zorgverlener ziet. Dus dat zijn een beetje de tips die ik mee zou geven. Ja. En daar sluit ik me dan ook eigenlijk wel een beetje aan bij wat je net aan het begin zei. Hè, als take-home message van joh, bij twijfel gewoon echt anoniem overleggen met Veilig Thuis. Wees er gewoon niet bang voor. Zeker niet anoniem. Dat kan gewoon. En je krijgt er wel vaak tips mee hoe je weer verder kan. Ja. Die ga ik zeker meenemen. En wat heeft de situatie met jou gedaan als verloskundige? Ja. En hoe heb je het ook weer meegenomen in bijvoorbeeld andere situaties? Ja, nou, wat ik zelf wel ook wel weer lastig vond, doordat je een vertrouwensband hebt met iemand opgebouwd. Zij ging bevallen en het was eigenlijk een groot kind die een kind kreeg, om het zo te zeggen. Maar op dat moment dat ze haar babytje in haar armen had, was zij ook gewoon moeder geworden. En je zag gewoon heel erg, dat ik dacht, ja, je bent net zo moeder geworden als ieder ander. En de dagen daarna, dat het kindje dus uiteindelijk uit huis geplaatst werd. Nou ja, dat doet bij iedereen wat, maar zeker ook bij haar. En ook dat ze het toch ook niet helemaal begreep. En ik vond het zelf wel heel pijnlijk om te ervaren. Dat ik dacht van, jij hebt echt het gevoel dat jou wat wordt aangedaan. En juist als je dan een soort vertrouwensrelatie hebt opgebouwd met zo'n cliënt, ja, dan raakt het je natuurlijk meer dan wanneer je zoiets in de krant leest, bij wijze van. Ja. Maar ik denk dat het gewoon, hoe ik dat in een andere situatie zou doen. Ik zou alsnog wel dezelfde dingen doen. Dus echt wel andere organisaties bij betrekken. Flink overleg met andere organisaties binnen het team bespreken. Overleg met Veilig Thuis. Dus ik zou niet heel veel dingen anders doen dan wat er hier gebeurd is. Ja, ja. Oké. Nou, dankjewel. Ik denk dat dan de situatie heel erg duidelijk in kaart is gebracht. Ik zag tussendoor ook al een aantal vragen in de chat verschijnen. Zo was er een vraag over wat is de reden dat het voor de cliënt dus zo onverwachts kwam dat het kindje uit huis werd geplaatst en dus niet mee naar huis mocht. Want hoe loopt zo'n communicatie voorafgaand aan de situatie met de cliënt? Ja. Nou, in dit geval was Veilig Thuis een beetje op de achtergrond betrokken, in de zin die hoorden wel aan wat er speelde, maar hadden zelf niet een onderzoek ingesteld. En toen ik die melding ging maken, toen werd er gezegd, het is goed als je die melding maakt, want we kunnen ook het netwerk in kaart brengen. Hè? Want dan kun je misschien met het netwerk wat doen voor dit gezin. Wij hebben toen zelf geen terugkoppeling gehad van Veilig Thuis, wat er met onze melding is gedaan. En toen was het uiteindelijk ook zover dat die mevrouw ging bevallen. Daar hadden wij later misschien nog wel even wat mee terug kunnen doen richting Veilig Thuis. Maar goed,
Dus dat is een beetje hoe het gelopen is. Ja, want normaal gesproken heb je dan wel eerst een gesprek met Veilig Thuis en de cliënt. En dan... Over het algemeen dan, als wij de melding gedaan hebben, dan gaat Veilig Thuis het oppakken. En dan gaan ze vaak ook starten met een onderzoek. En dan weten mensen over het algemeen wel een beetje waar ze aan toe zijn. Kijk, het is in deze casus ook een beetje de vraag van in hoeverre was die mevrouw capabel genoeg om alles te begrijpen. Hè, dus was er misschien al wel gezegd van, joh, als je niet goed voor je kind, of als we signalen zien dat we toch zien van, hey, we vertrouwen het niet, dat we toch twijfels hebben of het gaat lukken, dat je kindje mee naar huis gaat, dan kun je dit en dit verwachten. Dat is niet bij haar overgekomen. Okay. Ik weet ook niet of dat met haar besproken is, maar ik denk dat het in deze zaak misschien wel voor haar, voor die moeder, wel misschien iets uitgemaakt had. Als het wat geleidelijker aangegaan was. Ja, dat kan ik me voorstellen. Er was ook nog een andere vraag. Want de laatste tijd is Veilig Thuis soms helaas ook best wel wat negatief in het nieuws gekomen. Heb je gemerkt dat je daardoor terughoudender bent geworden om een melding te doen, bijvoorbeeld? Of nee, een ethisch vraag? Nee, ik ben er zelf niet terughoudender in geworden. Nee. Natuurlijk lees je soms wel eens dingen in de media, maar de ervaringen die wij hebben gehad zijn niet zo geweest dat ik denk, ik ga maar niet overleggen of zo met Veilig Thuis. Ik vind juist het heel fijn dat je gewoon niet direct hoeft te melden en maar juist anoniem gewoon kan overleggen van, joh, wat is jullie advies hierin? En dus daar heb ik zelf wel positieve ervaringen mee. Ja, gelukkig dat dat niet eens beïnvloedt. Er kwam nog een vraag. Ik denk dat waren de vragen, maar er kwam nog eentje. Zou je met de kennis van nu anders omgaan met deze casus als deze nog eens zou voorkomen? Ja, we hebben het natuurlijk net al even over gehad. Ik denk wel dat ik hetzelfde zou doen als goede connectie houden met de begeleider van die mevrouw. Dus met ASVZ, extra hulp erop zetten door middel van voorzorg. Anoniem overleg met Veilig Thuis. En eventueel dan een melding maken als daar een advies uit komt. Misschien dat ik achteraf gezien nog wel met Veilig Thuis zelf een terugkoppeling had willen hebben. Van, joh, hoe het allemaal gegaan is. Had het ook anders kunnen gaan? Had het ook anders kunnen doen? Of is dit gewoon altijd naar en vervelend, zo'n situatie, zo'n besluit? En kun je dit eigenlijk ook niet heel veel beter doen? Hè? Daar had ik zelf wel, en ook wel het feit dat wij zelf geen terugkoppeling hadden gehad over de melding, daar had ik zelf wel wat mee moeten kunnen doen nog. Ja, meer een soort evaluatie uiteindelijk van de situatie. Ja. Oké, dat begrijp ik. Als er mensen nog vragen hebben, dan kunnen jullie ze nog stellen. Maar ik zie nu voor nu even verder geen vragen in de chat. Nee, ja, heel mooi, Hanneke en Annika, dank je wel. En ik denk dat het belangrijkste wat we hieruit meenemen is dat je er echt niet alleen voor staat. Dus als je twijfel hebt, overleg en doe dat met collega's, doe dat met Veilig Thuis. En ook na zo'n casus als dit, praat erover met je collega's. En je hoeft het niet helemaal alleen te doen. Met alle keurige sprekers die nu allemaal binnen hun tijd gebleven zijn, hebben we gewoon nog 5 minuten over. Als er nog mensen zijn die vragen hebben, dan stel ze nu. Dat kan in de chat of je kan je hand opsteken. Geef ik daar nog heel even de tijd voor. Als er nog mensen zijn die heel graag nog iets zouden willen vragen aan een van onze sprekers. En dat gebeurt nu nog niet, maar ik denk dat we dan kunnen zeggen dat we gaan afronden. Oh ja. Voelen de studenten zich voldoende uitgerust om hiermee om te gaan? Komt er nu nog in de chat. Zijn er heel veel studenten aanwezig, weet ik vandaag. En ik vind het een lastige om daar antwoord op te geven. Laten wij een poging doen. Wij zijn allebei student en komen dit nog maar weinig tegen. Maar als ik nu het gesprek aan zou moeten gaan in de spreekkamer,
dan denk ik wel dat ik me wat steviger voel en ook wat beter weet wat ik nou eigenlijk kan doen. En hoe ik dat gewoon heel praktisch, concreet vormgeef. Is dat voor jou hetzelfde? Ja, daar sluit ik me wel bij aan. Ik denk dat het vooral heel fijn is om te horen van dat je ook bij twijfel gewoon kan bellen en kan overleggen zonder dat je definitief een melding hebt gemaakt, waardoor denk ik die drempel wat lager ligt voor mijzelf. En ik denk ook vooral het overleg met collega's is denk ik daarin heel erg belangrijk om, om dat te hebben, zodat je daar ook niet alleen in bent. Ja. Helemaal eens. En ik zie dat Eva nog zegt, het is ook super leerzaam om juist in je studie dit soort casussen mee te maken. Dus voor verloskundigen die studenten begeleiden, neem ze ook mee als je dit soort casussen tegenkomt in de praktijk. Zodat ook tijdens je studie je het een keer gezien hebt. Dat helpt je straks om er steviger in te staan. Oké. Dank allemaal. Voor alle presentaties. En ik denk dat we heel compleet zijn geweest. Dat we, als ik nu voor mezelf spreek, beter voorbereid zijn op dit soort casussen als we ze straks tegenkomen in de praktijk. Ik denk ook dat we er in het onderwijs nog meer aandacht aan mogen besteden. Dat is dan een mooie terugkoppeling die we straks weer kunnen doen richting de opleiding. En ik dank de sprekers, ik dank alle aanwezigen. Er is een opname gemaakt met toestemming van alle sprekers. Die is terug te zien voor de mensen die zich hebben aangemeld. En dan denk ik hierbij dat we kunnen afsluiten. Of vergeet ik nog dingen? Heidi? Nee hoor, de dingen die van belang staan, die staan ook op de slotdia. Ook deze presentatie wordt met iedereen gedeeld. En ik wil jou bij deze ook hartelijk danken, Maite, voor het hele mooie voorzitterschap vanmiddag. Dank je wel. Helemaal goed. Oké, dank jullie wel allemaal en heel graag tot een volgende keer.